Lisa, het hele jeugdzorgdossier, dat is natuurlijk tamelijk groot en er gaat er eigenlijk een hele hoop mis. Nou ja, bijvoorbeeld het inkopen van de zorg, marktwerking, noem maar op. Maar wat mij eigenlijk vooral opvalt is dat het de specialist die niet diagnosticeert, maar een ambtenaar. Klopt. En daarom zien we ook dat het zo misgaat. Ik krijg elke week wel, ja, soms dagelijks berichten van jongeren die echt, ja, met acute hulpvragen komen. Die aangeven dat ze nu hulp nodig hebben. We kregen, ja, gisteren weer een mail van een vader die zei: mijn dochter heeft een eetstoornis en we staan nu al 3 maanden op de wachtlijst. Inmiddels is het alleen maar verergerd, ja. En weet ik niet of ze er ooit uitkomt. En komt dat volgens jou doordat de mensen eigenlijk kijken naar wat het probleem is en wie dat moet verhelpen, die daar niet voor gestudeerd hebben? Ja, dat is een deel. En een deel is natuurlijk dat er veel te veel wordt gekeken naar het geld. Wat kost iets? Ja. Ja, en dan kost laagdrempelige hulp is veel minder duur dan als je een jongere complexe hulp moet geven. En dat is een heel groot probleem. Ja. Hoe doorbreken we dit? Ja, dit doorbreken we doordat de staatssecretaris nu gaat zeggen: ik neem de regie en ik zorg ervoor dat ik meteen ga inzetten op meer specialistische hulp, meer plekken. En ja, op die manier dus ook zorgen dat kinderen recht krijgen om geholpen te worden, in plaats van dat ze nu afhankelijk zijn van wat de gemeente hen aanbiedt.